Sportpark De Boshoek, waar HHC Hardenberg tegen Jong Sparta speelt. Gurts, de eerste man is die de aanval zoekt voor de thuisploeg. En dan komt die bal voor de voeten van Rens van Bentum. En is het na 26 minuten 1-0 voor HHC Hardenberg. Dat blij was dat Kobussen en Werkman allebei in de basisopstelling konden beginnen. Dat was nogal onzeker, maar Karsten kon er een beroep op doen. Jong Sparta won vorige week voor het eerst deze competitie. Dit is de gelijkmaker van de Fransman, Bambok. Hij in de 32e minuut krijgt die bal uitstekend mee van Alhaft. En zoekt dan de verre hoek en daarmee is doelman Danes geslagen. Tiroler is het. De Duitse avond vanavond bij HHC dat hier een treffer op een presenteerblaadje krijgt. Rob van der Leij is de naam. Hij zorgt voor de 2-1 vlak na rust. De doelman van Sparta, Kranix, is geslagen, de Belg. En dus HHC op voorsprong met Kobussen. En dit is een hele onbesuisde actie van George Dobson. Die krijgt meteen rood en mag dus het veld verlaten. En HSC Hardenberg, een man meer, wordt meteen afgestraft. Zijn tweede van de middag. Rob van der Leij, 59e minuut, 3-1. Kobussen, wie anders, met de voorzet, met de vrije trap. En HSC Hardenberg laat het verschil zien ten opzichte van Jong Sparta. En daar is hij weer. Dit is de 4-1. Zijn derde treffer betekent zijn vijfde in de competitie tot nu toe. Rob van der Leij, eindelijk weet hij het doel te vinden achter doelman Kranix. En wat kan Sparta nog? Ayoub Boukari zorgt voor de eindstand van 4-2.